En hier is hij weer, een gloednieuwe straat. En deze keer gaat het over huisartsen. Zijn ze moeilijk te bereiken? Of zijn ze niet moeilijk te bereiken? We gaan het vragen aan de mensen op straat. Huisartsen die schijnen de laatste tijd na onderzoek is gebleken dat die zijn moeilijk bereikbaar. Wat is uw ervaring daarmee? Bij mij niet dus. Ik moet wel eens een minuutje of 7 wachten voordat ik hem aan de telefoon krijg. Haar dan, de assistente. Maar verder, nee, valt er mee. Ik heb helemaal erg last ermee hoor. Nooit gehad ook, geen problemen helemaal? Nee, ik heb een hele fijne huisarts. Artsen. Klasse. Paas ermee gestopt naar zijn dochter daar. Nee, ik heb geen last ermee hoor. Prima joh. Is dat volle tevredenheid en helemaal niks? Ik heb geen problemen, nee. Kom er ook niet zo vaak, hè? Dat scheelt ook misschien. Ah, oké, okay, maar het gaat ook juist om de communicatie. Weet je, ze bellen en dan moet je wachten. En... Je moet altijd wachten natuurlijk, want ja, dan weet je, zoveel wachttijd. Nou, gisteren heb ik toevallig gebeld, waren er 6 wachtende voor me. Nou ja, dat is zo lang niet hoor. Als je negen belt bij wijze van spreken, dan staat er ook 10 wachtende voor me. Dus dat... Nou ja, dan ga ik wel even wat anders doen ondertussen. Dan neem ik mijn laptop hier erbij, weet je wel. Dus geen problemen met de communicatie met uw dokter? Geen problemen, nee. Er schijnt een onderzoek geweest te zijn naar de communicatie naar doktoren. De huisartsen met name, die zijn heel moeilijk te bereiken en heel vaak ellende. En wat is uw ervaring ermee? Weinig. Ik ben nooit ziek. Je bent nooit ziek? Nee. Daar ben je gelukkig mee. Dus, nee. Je bent ook niet nodig? Jij wel. Ja. Vertel. Ik heb er nooit geen last van. Als ik ze nodig heb, dan... Je moet wel eens even wachten. Soms een kwartier, maar dan krijg je ze wel aan de telefoon. Nou, geen miscommunicatieverstanden, dus zeg maar van ja, ik wil graag even de dokter spreken, dat je de assistenten krijgt. En, ik heb altijd de assistent, je krijgt nooit de dokter gelijk, nooit. Nee, maar dat je tegen die assistent zegt, ik wil graag een afspraak. Oh, neem eerst maar een hoestdrankje, noem maar op dat die assistent dan zegt, dat je wat anders wil. Nee, daar heb ik nooit, bij onze huisarts nooit geen last van. Absoluut. Nooit geen ellende? Nee, nooit geen ellende. Dus nou, dat is duidelijk. Wij veel geluk. Ja. Heel veel geluk. Hij helemaal. Westland, hè? Ja. Westland. Wat is je geheim dat je nooit ziek bent? Weet ik niet. Ja, je hebt af en toe wel eens een pijntje of weet ik het wel. Ah, okay. Maar je gaat niet zo gaan naar een dokter toe, denk ik. Ik weet niet. Ga vanzelf. Ik weet niet. Doe we blijven gaan. Ja. Gewoon blijven lachen. Gewoon blijven lachen. Bellen als nodig is. En bellen als nodig is. Het is niet nodig, jongens. Hele verder dag vandaag. Communicatie met uw dokter. Ja, na onderzoeken is gebleken dat de huisarts moeilijk te bereiken is en bla 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 en een hele hoop zeur is. En dan willen we graag weten, hoe is dat in uw geval? Nou, de bereikbaarheid is waar ik ben, die is vrij goed. Je moet eventjes wachten, als je belt tenminste. Ja, oké. Okay. Dan erg lang is dat niet. Bij de wachtruimte is het wat anders. Ja, heb je dan moeilijkheden dat je zegt van of ze helpen niet of ze afspraken kloppen niet? Of... Ik denk dat ze zo hard bezig zijn, want ik geloof niet dat, dat ze dat expres doen, zeg maar. Nou, het is geen moedwil van... Geen moedwil. Tenminste voor zover ik meegemaakt heb. En maar voor de rest geen ellende dat je zegt van ik heb liever een andere huisarts, bij wijze van spreken. Nee, dat zeker niet. Nee. Dus de onderzoeken kloppen niet echt, want we zijn al een paar mensen verder, maar iedereen heeft het hartstikke tevreden over zijn huisarts. Ja, nou, ik ben al 35 jaar bij deze huisarts. Dus... Nou, dan zal hij het vast wel goed doen. Daarom. Oké, hey, hartstikke bedankt in ieder geval. En succes, hè? Dank u wel. Daar.